is het een geweldige avond. Ik heropen de vergadering. Aan de orde is nu het voorstel van de wet van de leden Baudet, Van Houwelingen, houdende regels in zaken een breed raadgevend referendum. Ik heet de initiatiefnemers van harte welkom in vak K. Voor de heer Van Houwelingen is het zijn derde initiatiefwetsvoorstel en voor de heer Baudet zijn eerste. De leden worden in vak K ondersteund door Liedewij de Vos, beleidsmedewerker van de FVD-fractie, en Rebecca de Knecht, jurist bij de FVD-fractie. Tevens heet ik welkom in vak K de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. En hij zal bij de behandeling van dit wetsvoorstel optreden als adviseur van de Kamer. Tot slot welkom aan ieder die dit debat volgt, op de tribune en op afstand. En vandaag is aan de orde de eerste termijn aan de zijde van de Kamer. En de voortzetting van deze wetsbehandeling zal, als het goed is, in goed overleg met initiatiefnemers zo snel mogelijk worden ingepland. En allereerst geef ik het woord voor de eerste termijn aan de heer Van Meijeren van de FVD. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. We zijn vanmiddag opgeschrikt door het tragische nieuws over de schietpartijen in Rotterdam. En hoewel er over de toedracht nog veel onduidelijk is, zijn er meerdere dodelijke slachtoffers gevallen. En daarom zou ik graag even willen beginnen met het betuigen van mijn medeleven aan de nabestaanden. We bespreken hier vandaag het voorstel van de heren Baudet en Van Houwelingen voor een nieuwe referendumwet. En ik wil de initiatiefnemers hartelijk bedanken voor de energie die zij erin hebben gestoken. Het is goed om steeds weer te zien dat Forum voor Democratie niet zomaar aan het roepen is langs de zijlijn over wat er allemaal mis is, maar ook met concrete voorstellen komt om de problemen op te lossen. En het probleem dat de initiatiefnemers met dit wetsvoorstel willen oplossen betreft het dysfunctioneren van de democratie. En dat roept bij mij de vraag op: is Nederland überhaupt nog wel een democratie? Niet alleen op papier, maar ook in de praktijk. Veel mensen zullen deze vraag gemakzuchtig met ja beantwoorden, omdat ze het zo vanzelfsprekend vinden en simpelweg niet beter weten. Dat is ook niet heel gek, want het is ons altijd met de paplepel ingegoten via de media en in het onderwijs dat wij in Nederland het geluk hebben dat we in een vrije en open democratie leven. Bovendien worden er verkiezingen georganiseerd, mogen we stemmen, we hebben een parlement. Dus dat heeft toch alle schijn van een democratie, zou je zeggen. En dat klopt, maar dat is ook precies wat het is. De schijn van democratie. Een schijndemocratie. Het systeem doet zich namelijk wel voor als een democratie, maar de basiselementen van daadwerkelijke democratische deelname, transparantie en verantwoording, ontbreken of zijn sterk beperkt. Er zijn wel formele democratische structuren en processen, maar de daadwerkelijke machtsuitoefening vindt op een ondemocratische of zelfs antidemocratische manier plaats. Om dat te onderbouwen wijs ik er in de eerste plaats op dat steeds meer beleid dat in Nederland wordt uitgerold überhaupt niet meer in Nederland of zelfs maar door Nederlanders wordt gemaakt. Over steeds meer beleidsterreinen hebben Nederlanders helemaal niets meer te zeggen. Omdat opeenvolgende kabinetten onze soevereiniteit daarover hebben overgedragen aan de Europese Unie of aan andere supranationale organisaties, de World Health Organization, de Verenigde Naties. Met als resultaat dat voorstellen van Forum voor Democratie regelmatig worden verworpen met het uitgesproken... Ik moet u even kort schorsen, want in vak K wordt er gefilmd door uw
degene die indient. Maar dat is niet de bedoeling. Bovendien staan hier camera's. Dus dat filmpje, dat kunnen jullie zo vast op die manier knippen. Ik geef u weer het woord. Voorzitter, ik benoemde dat steeds meer beleidsterreinen helemaal aan de bevoegdheid van Nederland zijn onttrokken, met als resultaat dat voorstellen van democratie ook regelmatig worden verworpen met het uitgesproken argument: daar gaan wij niet meer over. En dat gaat niet over pietluttigheden, nee, dat gaat over zaken als immigratie, vrede en veiligheid, natuurbescherming, klimaat, maar ook persvrijheid, buitenlands beleid, financieel beleid. Grote thema's, fundamentele thema's. En dan wordt er ten aanzien van die kwesties hier in het Nederlands parlement, wat wel het hart van de democratie genoemd wordt, gezegd: daar gaan wij niet meer over. Dat moet toch al tot nadenken aanzetten. En daarnaast zien we dat leden van de regering, waaronder ook de koning, de vloer platlopen bij andere internationale clubs, zoals het World Economic Forum en de Bilderberg-conferentie, die weliswaar juridisch gezien niet bevoegd zijn om besluiten te nemen waar Nederland aan gebonden is, maar waar een globalistische lobby, afkomstig uit onder andere de politiek, maar ook big pharma, big tech, big finance, de media, het militair-industrieel complex, grote multinationals en steenrijke families, achter gesloten deuren pogingen ondernemen om invloed uit te oefenen op het Nederlandse beleid. En daar ook aantoonbaar in slagen. Met als resultaat dat leden van het kabinet bedankbriefjes ontvangen van figuren als Klaus Schwab voor hun uitstekende bijdrage aan de totstandkoming van zijn plannen voor een Great Reset, waar diezelfde leden van de regering in Nederland totaal niet transparant over zijn of zelfs aantoonbaar over liegen. En daarnaast zien we ook op nationaal niveau, zoals de initiatiefnemers ook heel treffend beschrijven in de toelichting bij het wetsvoorstel, dat er tussen het moment dat kiezers hun stem uitbrengen bij verkiezingen en het moment dat er beleid tot stand komt, tal van compromissen zijn gesloten. Van kiezer naar politicus, van politievorming. Een proces waarin de wil van de Nederlandse bevolking die haar stem uitbrengt steeds verder wordt uitgedund totdat er niets meer van over is. Met als resultaat dat er beleid tot stand komt dat in geen enkel verkiezingsprogramma heeft gestaan en waar evident geen meerderheid van de Nederlanders zich in kan vinden. Meer in het algemeen zien we dat de besluitvorming wordt beïnvloed door oneigenlijke belangen ten koste van het algemeen belang. En dat, mevrouw de voorzitter, is de definitie van corruptie. Veel mensen denken bij corruptie gelijk aan omkoping, maar dat is slechts een vorm van corruptie. In de brede zin van het woord gaat het over het toestaan dat besluitvorming wordt beïnvloed door oneigenlijke belangen ten koste van het algemeen belang. En die corruptie zit diep in het hele systeem, in het parlement, in de regering, in de rechterlijke macht, bij de politie, justitie, het openbaar ministerie, maar ook in de wetenschap, in de media, in de financiële sector. Het systeem als zodanig is corrupt tot op het bot. Tussenconclusie: als je een democratie zou omschrijven als een politiek systeem waarin de macht in handen is van het volk, en dat is de definitie die ik hanteer, dan leven we evident niet in een democratie. En dat betekent niet dat ik ons systeem een dictatuur zou noemen, maar ik spreek wel over een postdemocratisch tijdperk waarbij we steeds verder van democratie afkomen te staan en steeds meer in de richting bewegen van een totalitaire staat. En ja, dat zijn zware woorden. En natuurlijk hebben wij niet te maken met wreedheden zoals in bijvoorbeeld Noord-Korea of Eritrea. Maar dat betekent niet dat we achterover moeten leunen. Hannah Arendt,
Een van de meest invloedrijke politieke filosofen van de vorige eeuw, die een standaardwerk schreef over totalitarisme en het herkennen daarvan, waarschuwt er juist voor dat totalitarisme zich heel eenvoudig en sluipenderwijs in een samenleving kan verspreiden, zonder dat de meeste mensen het in eerste instantie doorhebben, totdat het te laat is. En daarbij wijzen ze erop dat de genocides en misdaden tegen de menselijkheid onder totalitaire regimes veelal vooraf werden gegaan door een zich geleidelijk verspreidende massa-ideologie. Geleidelijk door de staat opgelegde ideologische campagnes. Een geleidelijke invoering van steeds meer zogenaamd wetenschappelijk bewezen controlemaatregelen ter bescherming van de bevolking. En een geleidelijke uitsluiting van bepaalde mensen en groepen in de samenleving die er een andere mening op nahouden of op een andere wijze een risico zouden vormen voor anderen. Het kan dus heel geleidelijk gaan. En met dat in het achterhoofd kijk ik met grote zorgen naar tal van ontwikkelingen in Nederland de afgelopen jaren. De ontmenselijking en uitsluiting van ongevaccineerden gedurende het coronaschandaal. De voornemens om onder valse voorwendselen onze boeren te onteigenen. Het buitensporige politiegeweld tegen andersdenkenden die vreedzaam demonstreren voor hun vrijheden en rechten. Waarbij vaak zelfs het leger en de oproerpolitie worden ingezet en grof geweld wordt gebruikt tegen weerloze burgers. Die zeskleurige regenboogvlag, het symbool van de woke-ideologie die bij overheidsgebouwen prominent aan het wapperen is. En de daarmee gepaardgaande door de staat opgedrongen seksuele indoctrinatie van kinderen. Die worden aangemoedigd tot onomkeerbare verminkingen van hun gezonde lichamen. Waarmee niet alleen het geslacht, maar ook het wezen van de mens wordt vernietigd. De politieke vervolging van leden van de oppositie door het Openbaar Ministerie. Dat wordt geleid door de minister van Justitie. De ongelijke behandeling door politie, justitie en de rechterlijke macht, oftewel de klassejustitie, in het nadeel van iedereen die zich verzet tegen de heersende culturele klasse. De dreiging met een totaalverbod van Ongehoord Nederland, de enige publieke omroep die zich niet conformeert aan de door de staat opgedrongen ideologieën. Meer in het bijzonder de onderdrukking van alle afwijkende meningen in het publieke debat, offline en online, zogenaamd om burgers te beschermen tegen onjuiste berichten. En zo kan ik nog wel even doorgaan, mevrouw de voorzitter. Dit zijn stuk voor stuk rookmelders voor totalitaire tendensen. Al met al staat het er dus niet al te best voor, maar problemen zijn er om op te lossen en een van die oplossingen bespreken we hier vanavond, de invoering van referenda. En natuurlijk lost het voorstel voor een referendumwet niet in één klap alles op, was het maar zo simpel. Maar het is een flinke stap in de goede richting. Ik denk zelfs dat de mogelijkheid voor burgers om referenda te organiseren noodzakelijk is om een democratie echt goed te laten functioneren. Want je kunt een democratie natuurlijk op tal van verschillende manieren inrichten. En aan alle mogelijke manieren zitten wel weer wat haken en ogen. En dan juist die mogelijkheid om een referendum te organiseren geeft mensen een middel om, in de woorden van Theodore Roosevelt, de representatieve democratie te corrigeren wanneer die niet meer representatief is. In tegenstelling tot reguliere verkiezingen, waarbij we op basis van een grote mix van tal van verschillende onderwerpen vertegenwoordigers kiezen die beloven in naam van het volk te handelen, stellen referenda ons in staat om direct te stemmen over specifieke kwesties. Dit vermindert aanzienlijk de kans op machtsmisbruik en andere vormen van corruptie binnen vertegenwoordigende organen.
En daarnaast bevorderen referenda de politieke betrokkenheid van mensen, wat ook het vertrouwen in de politiek ten goede kan komen. We horen aan de lopende band dat steeds meer mensen zich vervreemd voelen van de politiek. Het gevoel hebben dat hun stem er eigenlijk niet toe doet, omdat hun belangen verkwanseld worden. Dat politici niet te vertrouwen zijn en mooie praatjes hebben in verkiezingstijd, maar daarna gewoon weer schaamteloos hun gang gaan. En referenda zorgen ervoor dat mensen rechtstreeks kunnen deelnemen aan de beleidsvorming en geeft gestalte aan een collectief dat tot een bepaalde beslissing komt, waarmee referenda kunnen helpen de nationale cohesie te versterken en burgers ook stimuleert om meer verantwoordelijkheid te nemen voor de publieke zaak. Maar juist dit laatste punt, mevrouw de voorzitter, is naar mijn stellige overtuiging precies de reden waarom de machtspartijen tegen dit voorstel zullen stemmen. Zij willen helemaal niet dat het gepeupel zich met de publieke zaak bezighoudt. Alexis de Tocqueville schreef al in het jaar 1840, en ik citeer: een alleenheerser ziet in het isolement van de mensen het meest zekere onderpand van zijn eigen duurzaamheid en doet gewoonlijk alles om ze te isoleren. Hij vergeeft zijn onderdanen gemakkelijk dat ze niet van hem houden, zolang ze ook maar niet van elkaar houden. Hij vraagt hen niet hem te helpen de staat te leiden. Het volstaat dat zij die staat niet zelf willen leiden. Komt u tot een afronding? Nou, ik had kort voor het debat aangegeven dat ik een spreektijd van 20 minuten graag zou willen. Misschien is dat nog niet helemaal verwerkt. Gaan we daar een beetje rekening mee houden? Dank u wel. Ik vervolg het citaat van Alexis de Tocqueville. Hij zei namelijk ook: degene die de handen ineen willen slaan ter wille van het gemeenschappelijk belang, noemt hij oproerkraaiers en onruststokers. En degene die zich volledig in zichzelf opsluiten, noemt hij, die alleenheerser dus, tegen de natuurlijke betekenis van het woord in, goede burgers. Einde citaat. En dit verklaart goed waarom het vorige raadgevende referendum op de meest schaamteloze wijze is afgeschaft door de machtspartijen. Wanneer burgers zo nu en dan gevraagd wordt om zich met de publieke zaak bezig te houden, worden zij noodzakelijkerwijs weggetrokken van hun individuele belangen en van tijd tot tijd losgerukt van hun op zichzelf gerichte blik. En daar zitten de leden van het kartel helemaal niet op te wachten. Zij willen niet dat Nederlanders zich gaan bezighouden met de totstandkoming van het beleid. Kijk naar dat referendum over het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne. Dat verdrag was er net stilletjes doorheen gedrukt. Vrijwel niemand had ervan gehoord. Alles verliep volgens plan, totdat er ineens een referendum over werd afgedwongen. En mensen gevraagd werd wat ze hier eigenlijk van vinden. En mensen zich erin gingen verdiepen en er een maatschappelijk debat ontstond. En mensen erachter kwamen dat het associatieverdrag een gedrocht is en zou leiden tot enorme spanningen met Rusland. En waarschijnlijk zelfs tot oorlog zou leiden. En zei: nee, dit willen wij niet. Toen moest het kabinet ineens smoesjes gaan verzinnen en inlegvelletjes uit de kast trekken om dat verdrag er alsnog doorheen te kunnen drukken. En dat was natuurlijk niet de bedoeling. En zo werd Nederland het eerste land in de geschiedenis na de DDR dat het referendum afschafte. Terwijl ook dat nota bene een raadgevend referendum was, niet bindend. De kiezer geeft alleen maar zijn raad. Maar zelfs daar zitten de machtspartijen niet op te wachten. En door het raadgevend referendum destijds af te schaffen en door nu tegen het voorstel van de heren Baudet en Van Houwelingen te stemmen, zegt het partijkartel eigenlijk tegen alle Nederlanders: het interesseert ons niet wat jullie willen. Wij bepalen wat hier gebeurt en jullie moeten gewoon je mond houden. Eens in de 4 jaar mogen jullie stemmen, zodat jullie het idee blijven houden dat jullie in een democratie leven, maar blijf verder vooral geïsoleerd in jullie appartementencomplexjes, Netflixen en consumeren en bemoeien in ieder geval niet met het beleid.
Maar het is onder meer deze arrogantie van de macht die zich op termijn onvermijdelijk als een boemerang tegen die macht keert. Want steeds meer mensen doorzien het patroon van antidemocratische besluitvorming. Steeds meer mensen doorzien de leugens. Steeds meer mensen doorzien de corruptie. Steeds meer mensen zien dat de overheid er niet primair voor hen is. Het vertrouwen in het systeem, waar het voortbestaan van het systeem op gebouwd is, brokkelt steeds verder af. De geest is uit de fles. En het is een kwestie van tijd tot dit corrupte systeem onhoudbaar is geworden en plaats moet maken voor een rechtvaardig systeem. En op 22 november hebben alle Nederlanders de kans om een krachtig signaal af te geven richting de zittende macht. Door te stemmen op de enige oppositiepartij die gevreesd wordt. Door te stemmen op de enige oppositiepartij die zich niet beperkt tot oppervlakkige kritiek op het beleid. Maar ook de schimmige belangen die daarachter schuilgaan blootlegt. Leugens ontmaskert, corruptie aan het licht brengt. Door te stemmen op de enige partij die ongrijpbaar en oncontroleerbaar is door te stemmen op Forum voor Democratie. Dank u wel. En dat was de heer Van Meijeren. Dan gaan we door. Ah, mevrouw Temming voor een interruptie. Ja, voorzitter. Dat was een verhaal. Vindt Forum voor Democratie dat referenda dat bepaald moet worden, dat mensen daar zelf over mogen gaan, over welk onderwerp referendabel is en welke niet? Absoluut. Het voorstel dat vandaag voor ligt, dat stelt geen beperkingen aan de onderwerpen waar burgers referenda over mogen afdwingen. En dat wordt ook heel goed toegelicht. Dat burgers zelf heel goed kunnen bepalen waar zij een standpunt over willen uitdragen. En dat is ook het grote verschil, een van de grote verschillen met het voorstel van de SP dat nu in de Kamer ligt, in de Eerste Kamer, waar tal van beperkingen zijn aan juist die onderwerpen waarover referenda kunnen worden georganiseerd. Mevrouw Temming, SP. Dus u vindt, dus Forum voor Democratie vindt, dat mensen zelf gaan over wat referendabel is of niet. Maar waarom wordt er dan door het Forum zelf een voorstel ingediend voor een referendum? Waarmee dus de politiek mensen gaat opleggen waar ze een referendum over moeten houden. Want dat begrijp ik nog niet helemaal. De heer Van Meijeren. Volgens mij begrijp ik deze vraag niet helemaal, want Forum voor Democratie dient een wetsvoorstel in om het referendum mogelijk te maken. En als dit voorstel wordt aangenomen, dan hebben alle Nederlanders de kans om een referendum af te dwingen over een onderwerp naar keuze. Mevrouw, dat begrijp ik, want ik heb het voorstel gelezen, voorzitter. Maar tegelijkertijd heeft uw partij, of heeft de partij van de heer Van Meijeren, ook een voorstel ingediend voor een referendum voor een exit. En dat betekent dus dat de politiek hier, Forum voor Democratie in dit geval, en als er een meerderheid van deze Kamer voor is, bepaalt aan voor mensen waar ze een referendum over moeten houden. Is dat dan niet een gekke vorm? Als we vinden dat mensen van onderop moeten besluiten waar zij over gaan en waar zij referenda over willen houden, dan is het toch een hele gekke vorm om tegelijkertijd te zeggen vanuit hier, u moet hierover gaan stemmen. Nee, totaal niet. Dit is een onjuiste tegenstelling. Het een sluit het ander helemaal niet uit. Forum voor Democratie pleit voor referenda in de meest ruime zin van het woord. Wat we hier bespreken, dat is een facultatief corrigerend referendum. Een initiërend referendum, herstel. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden waarin partijen zelf aangeven dat sommige besluiten die zo ingrijpend zijn eigenlijk alleen genomen zouden moeten worden nadat de bevolking uitdrukkelijk in de gelegenheid is geweest om daar een referendum zijn mening over te geven. Dus nee, ik zie de tegenstelling niet. Goed. En kennelijk is mevrouw Temmink overtuigd. Dank u, dat denk ik niet. Dan geef ik het woord aan mevrouw Temmink van de SP. Het is haar maiden speech. Ja, ja. Maar daar doet ze heel cool over. Ze zegt, je mag me gewoon interrumperen. Maar het is altijd toch een bijzonder moment. Mevrouw Temmink van de SP. Ja, dank u wel, voorzitter. En ik heb wel eens gesprekken thuis over wie is de baas. En tegenwoordig kan ik dan zeggen, mama is de baas. En dan vraagt mijn zoon, Ilias, vraagt dan, waarover bent u de baas? En dan zeg ik, om het even te versimpelen, want even voor het referentiekader, hij is 3. Dan zeg ik de baas van het land.
En dat is toch een beetje een surrealistisch antwoord, maar in dit geval ook een beetje waar. En dat is toch een beetje gek. Maar eigenlijk is het natuurlijk niet waar, want wie zijn nou echt de baas in Nederland? Dat zijn de mensen. Dat zijn de mensen hier in het land. En het is een eer om voor die mensen hier te mogen staan en hun geluid hier te kunnen vertegenwoordigen. En het is belangrijk, voorzitter, om zeggenschap te hebben. Zeggenschap over je eigen leven. Zeggenschap over je eigen buurt. Zeggenschap over je eigen land. Onlangs heeft de SP het verkiezingsprogramma vastgesteld op het congres en daarin pleiten we ook voor radicale democratisering. En dat is niet voor niks. Omdat zeggenschap en autonomie over je eigen leven van essentieel belang is voor een gelukkig leven en voor een vrij leven. En die zeggenschap die wordt steeds minder. Dat klopt. Feitelijk. Doordat we steeds minder te zeggen hebben, omdat in de lokale democratie bijvoorbeeld alles wordt weggeorganiseerd naar samenwerkingsverbanden. Of inderdaad dat de bevoegdheden naar Europa gaan, waardoor de zeggenschap ook afneemt. We organiseren de verantwoordelijkheid weg naar overlegtafels en dialoogsessies. En daarmee wordt de zeggenschap tekort gedaan. Maar ook door omstandigheden wordt het zeggenschap verminderd. Bijvoorbeeld als je in armoede leeft. En we hebben gisteren een indrukwekkend verhoor gehoord van Moreira Moreno bij de parlementaire enquêtecommissie. Hoeveel zeggenschap had hij nog als slachtoffer in het toeslagenschandaal over zijn eigen leven? Heel weinig, want hij was gedwongen om te gaan werken, om zijn gezin te helpen. Dan komen we bij het onderwerp van dit debat en dat zijn referenda. En referenda zijn een goede aanvulling op de parlementaire democratie. Daar is de SP van overtuigd. Aankomende dinsdag, zoals net al werd gezegd, wordt er inderdaad over ons voorstel in de Eerste Kamer gedebatteerd. Dat is een voorstel voor een correctief bindend referendum. Want als wij hier met z'n 150'en een beslissing nemen waar mensen het niet mee eens zijn, dan vindt ook de SP dat mensen ons moeten kunnen terugfluiten. Dat mensen moeten kunnen zeggen, joh, wat jullie daar hebben gedaan omdat er coalitievorming is. Of omdat er belangen meespelen die voor mensen niet te volgen zijn. Wij fluiten jullie terug. Dat lijkt ons een uitstekend idee en we hopen ook dat een meerderheid in de Eerste Kamer dat ook vindt. En we horen het vaak, dat referenda moeilijk zijn. Alle tegenstanders komen altijd met dezelfde argumenten. Mensen zijn te dom. Maar mensen zijn helemaal niet te dom. Je bent nooit te dom om zeggenschap te hebben over je eigen leven, over je eigen buurt of over je eigen land. En voor iedereen telt dat even zwaar. Het zou te ingewikkeld zijn, een referendum, voor een ja-nee-vraag. Maar wat doen we hier dan? Ook hier stemmen we voor of tegen en is er geen tussenweg meer. Dus ook dat argument dat faalt. Dan is er nog een derde argument, wat vaak gebruikt wordt om tegen referenda te zijn. En dat is dat past niet bij ons parlementaire stelsel. En voor een deel, met het voorstel dat nu voor ligt, klopt dat enigszins. Maar met een correctief bindend referendum is dat niet het geval. Want dan heeft het parlement al gesproken en kunnen mensen ons terugfluiten. In het voorstel dat nu voor ligt, lijkt een beetje de teleurstelling te worden georganiseerd. Want alles is referendabel en elke vraag kan gesteld worden. Bijvoorbeeld, bestaat zwaartekracht? Daar zouden we een referendum over kunnen houden met dit voorstel. Maar ja, materieel gaat het helemaal niks veranderen als iemand zich uitspreekt tegen de zwaartekracht. Het gaat gewoon niks veranderen. Zwaartekracht blijft gewoon staan. Dat is gewoon, daar gaan we niet veranderen. Dus dan hebben we onze teleurstelling georganiseerd. En het gaat niet over een politieke uitspraak. Dus we kunnen wel hier iets vinden in de Kamer. Maar dan heeft het geen zin, want het gaat helemaal niks veranderen voor mensen. En volgens mij is dat dus juist wat we niet willen. Volgens mij is dat juist wat het wantrouwen vergroot. Het is dus niet politiek en het is raadgevend. Het raadgevend referendum is ooit ingevoerd op maat naar een bindend referendum. En dat is niet voor niks. Dat is precies om te voorkomen dat die teleurstelling en dat wantrouwen groeit. Op het moment dat politici denken dat ze een uitslag van een referendum waar zoveel mensen zijn komen stemmen na zich neer te leggen, dan groeit het wantrouwen en dan groeit de frustratie. En dan kun je zeggen, ja, daar gaan mensen zelf over. Als mensen dat referendum niet willen, nou ja, dan hoeven ze het ook niet te organiseren. Maar voorzitter, in een democratie spreken we ook regels met elkaar af. En dit voorstel wat nu voor ligt bevat weinig regels. 10.000 online verklaringen zijn nodig om een referendum te organiseren. Dat is vrij weinig, want je kunt natuurlijk vrij snel zeggen. En 300.000 ondersteuningsverklaringen. Ik heb het voorstel gelezen, voorzitter. Maar een initiatie tot een referendum kan vrij makkelijk.
Maar dat betekent ook dat mensen altijd gedwongen zijn om zich hierover uit te spreken, terwijl een hele grote meerderheid daar misschien helemaal geen behoefte aan heeft. En dus zo een minderheid echt voor de meerderheid gaat bepalen. Dan moeten dus sterkere regels en drempels inkomen. Anders dan gaat dus de kleine minderheid dit bepalen. Ik hoorde net in de vorige bijdrage dat de machtspartijen niet willen dat het gepeupel zich met de macht bezighoudt. Ik zou niet liever willen dan dat er constant maatschappelijke discussies zijn en dat iedereen zich bezighoudt met de macht, ons terugvlijt corrigeert als we het niet goed doen. De SP is een warme voorstander van een referendum. Maar het moet wel een referendum zijn die goed is. Die echt bijdraagt aan het vertrouwen. Die mensen een middel geeft waarmee ze daadwerkelijk politici kunnen terugvlijten. En niet waarmee ze elk voorstel kunnen voorleggen en om daarmee hun eigen teleurstelling te organiseren. En ik ben bang dat dit voorstel daar meer kwaad toe doet dan goed toe doet. En dat vind ik jammer. Want ik weet dat de heer Van Houwelingen een warm voorstander is van referenda en de democratie een warm hart toedraagt. Alleen, ik maak me zorgen. En ik hoop dat hij over deze zorgen, of die daarop kan reflecteren. En dan nog een kleine opmerking, voorzitter. Want het voorstel is naar een Zwitsers model. Maar het Zwitserse model is wel erg ruim geïnterpreteerd. Want in het Zwitserse model heeft het parlement wel degelijk nog iets te zeggen. In dit voorstel niet. Anything goes, zou ik willen zeggen in dit voorstel in goed Nederlands. Dus voorzitter, wie is hier de baas in het land? Dat zijn de mensen. Dat vindt de SP ook. En dat moet zo blijven. Maar of met dit voorstel dat versterkt wordt, dat betwijfelen we. Ja, dan feliciteer ik mevrouw Temmink. En ze wilde niet gefeliciteerd worden, maar ik ga toch schorsen voor 2 minuten. Dus wie wil feliciteren, doe dat vooral.
We vervolgen het debat en ik geef het woord aan de heer Bosma van de PVV. Voorzitter, dank u wel. Ja, als je dan spreekt naar een maiden speech, is het de mooie parlementaire gewoonte om het feestvarken. Ik had ook de heer Dijk van de SP, die had ik ook feestvarken genoemd. Die schrok daar een beetje van, dus laat ik een andere term verzinnen. Dat je in dit geval mevrouw Temmink even feliciteert. En zegt, nou geweldig, en u heeft leuke dingen gedaan. En ik ken mevrouw Temmink nog, want ik werkte redelijk samen met Ronald van Raak van de SP. En daar was zij de medewerker van. En ze was ook de medewerker van Renske Leijten, dus daar ken ik er ook van. En Renske is natuurlijk, wat was het, 4 dagen voor het vallen van het kabinet, heeft zij de Tweede Kamer verlaten. En toen kwam mevrouw Temmink in de Tweede Kamer en heeft ze toch nog even op de valreep een mooie parlementaire enquête weten op te bouwen. Zij het niet heel erg lang, maar fijn dat je er bent, Nicole. En je schittert nu al door afwezigheid. Maar dit goed, gaat ze terugzien. We wensen je nog veel succes en je plaats is leeg. Ook, voorzitter, felicitaties aan de indieners, want laten we dat niet vergeten. Een initiatief wetsvoorstel is eigenlijk het hoogste wat een Kamerlid kan bereiken. Want daarmee vervul je gewoon de rol van medewetgever. En het is goed als Kamerleden dat doen. En de beide heren hebben dat gedaan. En daar feliciteer ik ze van harte mee en respecteer wat ze gedaan hebben. En ik respecteer ook het feit dat ze de democratie vooruit willen helpen. En dat is natuurlijk iets wat ons allen aangaat. Is Nederland wel zo'n enorme democratie? Nou, dat waag ik te betwijfelen. Peter Lemaire, hoogleraar te Leiden, sprak over een democratie zonder demos. Dus zonder volk eigenlijk. Ik heb in het verleden vaak het politicologische onderzoek aangehaald waar het blijkt. Toen heeft men gekeken naar 300 beleidsvoorstellen. En wie kregen er hun zin? Wie vielen er in de prijzen? Nou, dat was heel simpel. Er is één groep die altijd zijn zin krijgt in Nederland. En dat is hoger opgeleid, iets strakker geformuleerd, universitair opgeleid Nederland. En als universitair opgeleid Nederland iets vindt, dan gebeurt het. Soms gebeuren er ook dingen die laag of zo wilt, praktisch opgeleid Nederland wil. Maar dat gebeurt dan alleen als dat gedeelte van Nederland en hun mening samenvalt met universitair opgeleid Nederland. Dus we zijn echt een diplomademocratie. We zijn de demos is afwezig. En dat is een zeer ernstige zaak. Er is gewoon één groep in Nederland die altijd zijn zin krijgt. Altijd, altijd, altijd. Dat is een hele kleine groep. En wat weten we van die groep? Nou, 1, ze zijn zo links als de hel. En 2, ze zijn extreem conformistisch. Ze zijn extreem modegevoelig. Nu moeten ze weer vegan worden. Dan lopen ze weer achter Black Lives Matter aan. Dan zijn transseksuelen ineens in de mode. Het houdt maar niet op. En wat is links? Waar draait links om anno 2023? Nou, volgens mij gaat het eigenlijk over 3 vormen van socialisme. Dat is 1, het klimaatsocialisme. Dus de wil om de volledige samenleving en ook de economie te onderwerpen aan de klimaatideologie. Dus de gedachte dat we over, 5 jaar ten onder gaan en dat we de planeet alleen kunnen redden door de hele samenleving daaraan ondergeschikt te maken. 2 is het Europese socialisme, dus het pan-Europese socialisme dat we nog kennen van 80 jaar geleden. Dus de vernietiging van de nazistaten. En de 3e is eigenlijk rassensocialisme, wat gemarket wordt als diversiteit. En die 3 elementen vormen dus de heilige 3-eenheid van de linkse kerk. En dat zijn zaken die dus extreem populair zijn binnen universitair opgeleid Nederland. En dat zijn eigenlijk de staatsideologieën. Nou, en nu zitten we dus met de gebakken peren. Want allemaal ideeën die daaruit voortkomen worden dus beleid. Of we dat leuk vinden of niet, dat is totaal irrelevant. Dus ja, ik lees ook altijd opiniepeilingen. Oh, de mensen willen dit, de mensen willen dat. Maar het is volslagen belachelijk dat ik dat volg. Want het is helemaal niet relevant wat de mensen vinden in Nederland. Het is relevant wat universitair opgeleid Nederland vindt. Want dat is wat uiteindelijk gebeurt. Nou, en dan wordt onze democratie natuurlijk ernstig uitgehold door het feit dat de meeste van onze wetten, sommige mensen schatten dat op 70-80%, maar ik heb nog nooit een waterdichte onderbouwing gelezen, 70-80% van onze wetten uit Brussel komen. En dat wij dus zeggen dat wij het hoogste orgaan zijn voor de democratie. Ja, dat zijn we ook. Maar ja, het komt allemaal uit Brussel en daar verzinnen we dan nog iets omheen. En dat worden dan wetten of andere maatregelen in Nederland. Verder
hebben we natuurlijk allerlei akkoorden. Dat is ook heel raar, klimaatakkoord, noem maar op. En het enige wat we van die akkoorden, van de totstandkoming van die akkoorden eigenlijk weten, is dat we af en toe notulen krijgen en dan is alles zwart gelakt. En dan staat er nog om 17.00 uur is de vergadering geopend en de voorzitter was Kees Vendrik. Dat is alles wat we mogen weten en er rolt iets uit. Dat zijn dingen die we kennen vanuit de Sovjet-Unie, maar in Nederland is het te gek dat we daaraan meewerken. Zo zijn er nog heel veel dingen te verzinnen waarom onze democratie steeds verder wordt uitgehold. Het feit dat Universitair Nederland constant zijn zin krijgt in Nederland heeft enorme repercussies voor ons dagelijks leven. Als het volk waarlijk zou hebben geheerst de afgelopen 30, 40 jaar in Nederland, hadden we die massa-immigratie niet gehad. Dat had een rare fantasie geweest uit gekke boeken. De inkomensverschillen waren veel kleiner geweest. De macht was nooit zo overgedragen aan allerlei ongekozen eurocraten in Brussel. Dus het heeft enorme repercussies voor ons dagelijks leven. Waarom willen we dat, een democratie? Nou, vanwege de gedachte die we samenvatten onder de kreet wisdom of crowds. Dus de hele simpele gedachte dat naarmate meer mensen betrokken zijn bij besluitvorming, dat de kwaliteit van de besluiten ook toeneemt. Hoe meer mensen samen nadenken, hoe slimmer ze met z'n allen zijn. Maar het werkt dus niet meer zo in Nederland, want je moet gewoon doctorandus zijn. En dan praat je uiteindelijk mee. Dan worden jouw ideeën worden bewaarheid. Wat kan de povere staat van onze democratie verbeteren? Dat is directe democratie, waarvan het referendum een prachtig voorbeeld is. Het referendum verhoogt de betrokkenheid van mensen. Het zorgt er ook voor dat we direct praten over de issues zelf. Dus we praten over, is het een goed idee dat we bijvoorbeeld het associatieverdrag met de Oekraïne willen? Wat zijn de voor- en de nadelen? En als je nu ook weer kijkt naar de verkiezingscampagne die zich aan het ontrollen is, ja, dan word je daar toch niet vrolijk van. Dan gaat het over, ja, ik vind lijsttrekker X, dat vind ik zo'n leuke man, dan ga ik op stemmen. Of het ging in de tijd over het kontje van Wouter Bos, of het ging over allerlei bijzaken. Maar dan stemmen we op een partij en dan stemmen we op een hele serie ideeën. En dan moet je maar afwachten welke ideeën belangrijk zijn voor die partij. Wat zijn nou echt de ideeën van een partij waar ze echt voor willen gaan vechten, dat weten we niet. We weten niet wat de rangorde is. Wat vinden ze nou echt iets van dit, hier gaan we voor vechten en dit laten we achterwege. Dat weten we niet, dat moeten we maar afwachten. En daarom gebeuren allemaal dingen die we helemaal niet willen. Jammer is natuurlijk dat het raadgevend referendum is afgeschaft door mevrouw Ollongren van D66. Dat is natuurlijk heel pijnlijk. We hebben wel weer, en dat speelt natuurlijk zeer binnenkort, het correctieve referendum dat door mevrouw Leijten door de Tweede Kamer is gehaald en binnenkort in de Eerste Kamer speelt. Vraag aan de indieners, hoe verhoudt uw initiatief zich tot dat wat volgende week of twee weken wordt besproken in de Eerste Kamer, dus het correctief bindend referendum? Staat het haaks op elkaar? Kan dat naast elkaar bestaan? Of bijt het elkaar? Daar ben ik erg benieuwd naar. Ja, dit is natuurlijk, hoe heet het ook weer, breed raadgevend. Dat is weer een hele mooie term. Maar ja, elk onderwerp kun je dus een referendum over aanvragen. Allerlei ideeën, of je kunt ook zeggen van, misschien de samenleving moet zich op die en die manier ontwikkelen. Ja, wat gebeurt er dan mee? Het is raadgevend en meer niet. Vraag, wordt op deze manier niet gewoon teleurstelling georganiseerd? Nog een vraag, wat is dan de rol nog van het parlement? Hebben we dan eigenlijk nog een parlement nodig? Of moeten we gewoon permanent referenda organiseren? Want dat is eigenlijk een beetje waar het op neerkomt. Ik vraag dit ook met het oog op onze eigen werkgelegenheid, voorzitter. Laten we die niet uit het oog verliezen. Ten slotte nog een vraag over de media. Ja, de media worden natuurlijk volledig gedomineerd in Nederland door linksliberale mensen. Ja, de NPO is natuurlijk spreekwoordelijk. Maar ja, we hebben helemaal geen kritische pers meer. We hebben dus in Nederland media die kritisch zijn op de oppositie en steunend aan de macht. Het is een hele rare constructie. Dat is ook heel nieuw. Toen ik in de journalistiek zat, 25 jaar geleden, was het heel anders. Maar we hebben dus een pers die ons permanent ervan probeert te doordringen dat het klimaat op instorten staat en dat we stikstofmaatregelen moeten nemen en dat elke wind die Brussel laat heerlijk
ruikt. En dat we in de Oekraïne dit, et cetera. Kortom, de pers is natuurlijk gedegenereerd tot een propaganda-instituut. De volledige Nederlandse pers was tegen Zwarte Piet. Andere mensen werden niet aan het woord gelaten. Al die onderwerpen, het is allemaal koekoeks eenzang. Nou, dan ga je een referendum organiseren. En dan gaan we eens kritisch nadenken over een onderwerp. Maar dan blijkt die pers massaal zo eenzijdig links te zijn. Heeft het dan wel zin? Ik bedoel, dan weet je toch gewoon dat de bad guys weer gaan winnen. Dus waarom zouden we onszelf dat aandoen? Voorzitter, dank u wel. Dank u wel, meneer Posma. En wat bij mij blijft hangen is... Ja, u bent toch ook universitair opgeleid, maar dat zal ik maar niet vragen. Dan ga ik... De heer Baudet heeft een punt van orde. We keken aan mijn linkerzijde. En ik heb de minister niet één keer zien luisteren naar de bijdrage tot nu toe. De bedoeling toch wel dat het kabinet... We praten niet in. Moet hij me aanhouden. De heer Baudet die... Volgens mij is de bedoeling toch wel dat het kabinet ook luistert. Dus ik wil toch vragen of de voorzitter de minister misschien hier kan aansporen om gewoon even op te letten. Want dit is... Volgens mij kan de minister dat heel goed vinden. Nou, volgens mij is het de taak. Volgens mij is de minister hier te gast. Volgens mij heeft u een punt gemaakt. Het is aan de minister hoe die, op welke manier die oplet. Ik kan niet zien hoe hij alles meekrijgt en dat kunt u ook niet. De heer Bosma heeft daar nog een opmerking over, PVV. Ja, Hans Gruiters die zat altijd een boek te lezen in de ministerraad in het kabinet Den Uyl. En die zei altijd, ik kan lezen met mijn ogen. Oftewel, ik volg het wel. Dus in die traditie staat de minister misschien. Maar ik heb wat vragen gesteld aan de indieners. Maar gezien het punt van de heer Baudet is het misschien ook wel leuk. Het is de eerste keer dat we de minister hier zien op het gebied van binnenlandse zaken. Dat hij ingaat op hetgeen ik te berde breng. Namelijk dat het niet zo best gaat met onze democratie. Bijvoorbeeld omdat het steeds één groep is die zijn zin krijgt. Deelt hij die observatie? Wellicht of wellicht niet. Ik ben erg benieuwd of de minister daar zijn de witte broodsdagen als minister een mening over heeft. En daar ben ik erg benieuwd naar. En dit was een interruptie op uw eigen betoog. Doe maar. We zijn flexibel vanavond. Dan geef ik het woord aan de heer Simons van de VVD. Dank u, voorzitter. En ja, allereerst succes wensend aan de indieners. Maar wil ik toch wel stellen dat de VVD toch wel grote bezwaren hebben tegen dit voorstel. En mijn collega Temmink heeft dat ook al heel duidelijk verwoord. Dat die verhouding in de randvoorwaarden bij referenda gewoon hoegenaamd niet geregeld zijn. En zeker ook een opkomstdrempel en verdere drempels zijn verder ook niet verwoord. En ondanks dat het referendum niet bindend is, is het feit wel dat de initiatiefnemers tegelijkertijd verwachten dat het parlement en de regering de uitslag zoveel mogelijk opvolgen. Dit leidt ertoe dat ook referenda, waar betrekkelijk weinig mensen uiteindelijk stemmen, een groot gewicht kunnen krijgen. Wat dus een minderheid het gaat te zeggen krijgt over een meerderheid. En zijn het de initiatiefnemers het daarmee eens dat dat mogelijk is? Verder zijn de bestaande mogelijkheden voor onze inwoners om invloed te kunnen uitoefenen op het beleid. Zo zijn er burgerinitiatieven, zo zijn er inderdaad hele andere flora waarin inwoners zelf invloed kunnen uitoefenen in het tot stand komen van beleid. En wat is dan de toegevoegde waarde van dit referendum en dit initiatief? En wat voegt dit voorstel toe aan onze democratie? Want de democratie, en ik hoor met eerder inbreng dat dat heel erg onder druk staat, maar onze inwoners waarderen onze democratie als zeer hoog. De opkomst met de verkiezingen is ook, na het buitenland kijkende, zeer hoog. Dus als onze inwoners onze democratie zo hoog waarderen, wat is dit voorstel waar de minderheid het te zeggen kan krijgen over een meerderheid dan waardevol? Wat voegt het toe
En is het juist niet een grote bedreiging voor onze democratie? Daar graag uw reflectie op. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Simons van de VVD. En tot slot heb ik de heer Sneller staan van D66. Dank, voorzitter. Timio Danaos Dona Ferentes. Dat is waar ik aan moest denken. Ik zie de heer Baudet fronzen. Ik hoop dat hij de vertaling nog tot hem komt. Wij horen in tweede termijn uit vak K wat daar de bedoeling van was. Voorzitter, ik vrees de Grieken ook als zij geschenken brengen. Ik moest daaraan denken bij het lezen van dit voorstel. Want in principe kijk ik altijd positief naar voorstellen om kanalen te graven van burgers en hun frustraties naar de centra van de macht. En uiteraard, de heer Simons zei het al, bestaan er al de nodige instrumenten voor het burgerinitiatief, recht van petitie, steeds vaker ook burgerfora en natuurlijk gewoon verkiezingen. Maar ik ben direct eens met degenen die zeggen dat het ook onvoldoende is. En ik heb daar de afgelopen jaren zelf ook verschillende voorstellen voor gedaan. Recht van burgeramendement, de gekozen formateur, het democratiseren van partijfinanciering. En helaas konden die niet op een meerderheid rekenen. Voorzitter, ook het referendum kan uiteraard een waardevolle toevoeging zijn voor onze representatieve democratie. Maar dan moet het wel aan bepaalde randvoorwaarden en waarborgen voldoen, zoals ook de Staatscommissie Parlementair Stelsel heeft gezegd. En ik hoop echt dat collega's Temmink en Marijnissen volgende week de Senaat weten te overtuigen van de noodzaak tot invoering van het correctief bindend referendum. Maar vandaag hebben we het over dit voorstel. En helaas behoort het voorstel van collega's Baudet en Van Houwelingen niet tot deze categorie. En ze hebben zich ook weinig aangetrokken van de aanbevelingen van de Staatscommissie of het advies van de Raad van State. En dus lijkt hun voorstel bij nadere beschouwing meer weg te hebben van het paard van Troje. Waar eerdere voorstellen werden gedaan, zoals die van de SP, vanuit de motivatie om het vertrouwen in de democratie te versterken, achten deze initiatiefnemers het toenemen van, en ik citeer, teleurstelling en wantrouwen een wenselijke ontwikkeling. Zo schrijven zij in de nota naar aanleiding van het verslag. Oftewel, it's a feature, not a bug. Oftewel, het aanwakkeren van het wantrouwen in de parlementaire democratie, zoals we die nu kennen, is niet een ongelukkige bijkomstigheid van het voorstel, maar lijkt juist de bedoeling. Ik hoor graag een reflectie van de initiatiefnemers. Voorstel, en het ontwerp van dit voorstel voedt dit vermoeden. Mijn collega's Temmink en Simons die hebben het eigenlijk net al uiteengezet. De reikwijdte is heel breed. Het mag eigenlijk overal over gaan. Ook als we van tevoren weten dat de politiek er niks mee kan of niks aan kan doen. En het is dus heel waarschijnlijk dat er ook zo'n uitkomst zal komen. Het zit dus als het ware ingebakken, die teleurstelling. En dan is mijn vraag inderdaad, is dit dan het geschenk dat zij ons brengen? En ook hoor ik daarbij graag hoe het voorstel zich nou precies verhoudt tot hun afkeer van het compromis. Want dat lijkt er ook wel aan ten grondslag te liggen. Maar ik snap nog niet precies wat nou de verhouding is tussen dit voorstel en hun afkeer. En hoe breed die afkeer van het compromis is. Voorzitter, dan de vragen die ook al naar voren zijn gebracht over de verhouding tot het huidig democratisch bestel. Aan de ene kant zegt ook de Raad van State, het wordt de facto dwingend. En aan de andere kant is het slechts adviserend. Dus de vraag aan de indieners, wat is het nou? Hoe zien zij het? En bijvoorbeeld ook als een referendum een opkomst zou hebben van 10%, hoe moeten we er dan mee omgaan als Kamer? En waarom hebben de initiatiefnemers ervoor gekozen om het proces helemaal niet te beschrijven? Ook al is het vrijblijvend, voor de burgerinitiatief hebben we intern een behoorlijk proces opgetuigd hoe we daar op een nette manier mee omgaan. Voorzitter, ik moet vooralsnog mijn fractie adviseren om dit paard niet binnen de poorten te laten, maar ik kijk uit naar hun beantwoording. Dank u wel. Dank u, meneer Sneller. En dat was het einde van de termijn van de Kamer. En dan is dit ook het einde van deze vergaderdag van donderdag 28 september 2023. En daarbij sluit ik een fijne rit naar huis.